In dit filmpje gaan we grillen op de eik. Je kunt prima grillen op de stainless steel grid. Maar voor het allerbeste resultaat grillen we ons lekkers op de cast iron grid. Puur gietijzer. We laten je nu zien hoe je die mooie grillstrepen op het vlees krijgt en het eten heerlijk roostert. Vandaag op het menu Côte de Bœuf. Inderdaad, lekker een beetje zout erover. Zo, aan de slag. We verwarmen de eik tot zo'n 220 graden Celsius. Dan leggen we de cast iron grid erin. Dat is best een zware jongen en daarom hebben we een speciale drager om hem zorgvuldig in de eik te leggen. We laten de cast iron grid even goed heet worden voordat we het product erop leggen. We grillen de Côte de Bœuf niet te lang. Na ongeveer 3 minuten draaien we het vlees een kwartslag. En zo krijgen we die prachtige ruit op het vlees. Na nog eens 3 minuten draaien we hem om. Het is een mooi groot stuk. Let op dat je nooit te lang grilt. Wij gaan voor medium rare. Dan grill je zo'n 6 minuten per kant bij een flinke steak of Côte de Bœuf. Een geoefende vinger voelt goed aan hoe ver het vlees is. Uiteraard kun je ook gebruik maken van de kerntemperatuurmeter. De door ons gewenste kerntemperatuur voor deze Côte de Bœuf is 54 graden. De eik open je altijd voorzichtig in 2 stappen. Zo kan er rustig lucht bij komen. Doe je het toch te snel, dan heb je kans op een steekvlam. Ja, dat is genieten. Kijk, daar kun je trots op zijn. Voor meer informatie en heerlijke recepten kijk je natuurlijk even op onze site biggreeneg.eu.